Hoi, we staan hier bij het FOAM, het Fotografiemuseum Amsterdam. En we gaan kijken naar de tentoonstelling van Pieter Hugo, The Hyena Man and Other Man. The Hyena en Other Man. The Hyena mannen van Nigeria. Dus, wordt leuk, kom. Dat hij wel gewoon echt een enorme hyena vast heeft. Prachtig, een stoere man. Hij heeft een angstige blik in zijn ogen. Kijk, dat is een echte stoere vent. Ik wil het beest zien. Het beest is bijna even groot als de gast. Ja, een enorme man. Sari B, Chemises, en het is echt heel leuk, want we blijven in Afrika. Dit is ook weer een Afrikaanse fotograaf, een Malinees. Maar die heeft dus partypics gemaakt tussen 1960 en 1970. Dus we zien hier allemaal feestende Malinese mensen die woonden in de hoofdstad van Mali, namelijk Bamako. Moet je kijken hoe cool ze eruit zien. Dit is dus een chemise, een stuk karton waar al die foto's opgeplakt zijn die later nabesteld konden worden door de feestgangers. Nou Ruben, wat vond je ervan? We staan nu buiten bij het FOAM. Het was een hele mooie tentoonstelling. Het enige wat nog miste was extra informatie over de straatartiesten, wat wel heel interessant is, want als je naar de foto's kijkt, dan wil je eigenlijk automatisch meer weten. Dat was het enige minpuntje, voor de rest geweldige tentoonstelling. Waarom? Nee, dat ik zo leuk vond, dat is allemaal zo, ja, niet experimenteel is, maar gewoon heel erg herkenbaar, echt voor iedereen. Ja, iedereen kan wel relateren met foto's die je ziet, toch? Mannen met apen. Ja, ik voel me heel erg verbonden met stoere mannen met apen.